pilote projekt voor therapeutische cannabisstudies. We zijn in 2021 en gelukkig is de geneeskunde geëvolueerd. Behalve de nieuwe medicijnen die aan patiënten ter beschikking worden gesteld, is ook de mentaliteit ten goede veranderd. Vroeger hadden we de keuze tussen verschillende geneesmiddelen. Het was goed, maar het werd beter. Dat wil zeggen, de keuze hebben tussen verschillende geneesmiddelen en medicinale cannabisbehandelingen. Inderdaad, een patiënt de keuze geven om te kiezen tussen een medicijn die chemisch is en een therapeutische cannabisbehandeling die natuurlijk is, is een goede mentaliteitsverandering. Voordat ik verder ga met het onderwerp medicinale cannabis, wil ik twee punten bespreken. Ten eerste, de medicijnen. Ze zijn niet slecht en verboden. Het zou van slechte smaak zijn van mijn part om medicijnen kwaad te spreken. Daar deze medicijnen voor duizenden mensen levens hebben gered en dat in de toekomst vrijwel nog zeker zullen doen. Deze producten, chemisch en synthetisch weliswaar, op korte termijn zijn levensreddend. Wat voor mens zou ik geweest zijn om anti-medicijn te zijn? Zeker ondankbaar. Dus om rechtvaardig en redelijk te kunnen zijn, zou ik de producten die medicijnen worden genoemd op gelijke voet willen stellen als medicinale cannabis. Dat gezegd hebbende, hebt u het recht om het product te kiezen om uw lijden of andere symptomen van uw pathologieën te verminderen. Als een persoon te veel bijwerkingen ervaart die worden veroorzaakt door een medicijn, heeft die het recht op een medicinale cannabisbehandeling die geen of slechts minimale bijwerkingen heeft. Er zijn ook andere mensen die een natuurlijker leven willen leiden, met name het consumeren van natuurlijke en genetisch ongemodificeerde en onverwerkte, niet getransformeerde voedsel enzovoort. Natuurlijke cosmetische producten zoals shampoos, deodoranten, lippenbalsems enzovoort en of voedingsmiddelen zonder toevoeging van bewerkte producten. Dit om redenen van ethiek, persoonlijke waarden of bewustzijn van de kwetsbaarheid van onze planeet. Deze mensen die lijden aan een pathologie of een polypathologie hebben het recht om te kiezen voor een behandeling met medicinale cannabis. Een tweede punt dat ik wil benadrukken is therapeutische cannabis van natuurlijke aard. Er zijn de genoemde cannabis-based producten verkocht in apotheken. Deze producten, die op basis van cannabis zijn, vallen niet onder de categorie van de eerder benoemde natuurlijke cannabis. Dit verdient uitleg. Cannabis-based producten zijn producten die in een farmaceutisch laboratorium worden gefabriceerd en soms gepatenteerd. Een voorbeeld is het product Sativex. Voordat ik mijn observaties geef op dit farmaceutische product, wil ik het Britse farmaceutische bedrijf GW Pharmaceuticals bedanken voor de toegankelijkheid
en deuropening van de mentaliteit voor medicinale cannabis. Voor een groot deel, dankzij het product Sativex, is de angst en het gebrek aan kennis van artsen met betrekking tot medicinale cannabis sterk afgenomen. Dit dankzij de openheid van het farmaceutisch bedrijf tegenover dit onderwerp, dat voorheen een nogal taboe aspect had. Ik heb echter patiënten gezien die niet adequaat en vooral gewenst reageerden met dit product. Ik heb het niet over het verminderen van pijn, nog over de effecten van het verminderen van misselijkheid en braken, maar over het probleem van ongewenste effecten op psychologisch vlak. Ik heb in het bijzonder aanvallen, mild of ernstig, van angst opgemerkt. Wat voor mij helemaal niet aanvaardbaar is als bijwerking van medicinale cannabis. Wetende dat genezing niet alleen op fysiek niveau plaatsvindt, maar ook op psychologisch niveau. Dit is de reden waarom, wanneer ik het over therapeutische cannabisbehandeling heb, ik verwijs naar niet-farmaceutische cannabis. Cannabis die niet farmaceutisch is, bestaat uit de bloem van cannabis. De bloem maakt deel uit van de therapeutische cannabis die natuurlijk is. De bloem is het ingrediënt in medicinale cannabis waarover ik educatie informatie geef. De bloem, ongewijzigd en niet geweekt in olie of alcohol. Ik kan in de toekomst over de wijzigingen en het weken van de bloem informeren, maar in het algemeen is mijn opleiding gericht op de bloem au naturel. In Denemarken is sinds 2018 het proefproject Medicinale Cannabis Studies gestart. Op YouTube kunt u het interview bekijken tussen Dr. Julie Moltke en Dr. Tina Horstedt, getiteld The Holistic Medicine Podcast, Dr. Tina Horstedt, Medicinal Cannabis for Chronic Pain. Dr. Tina Horstedt heeft gedurende 2 jaar 5000 patiënten in consultatie gehad en hen medicinale cannabis beschreven om hun pijnsymptomen te verlichten in haar pijnkliniek. De resultaten van dit project zijn zo overtuigend dat een verzoek tot verlenging van 4 jaar is aangevraagd. Dr. Julie Moltke vermeldt, we have a 4-year pilot study in Denmark where you can prescribe medicinal cannabis and even though it is not been approved and tested. Vertaling, we hebben een 4 jaar durende pilootstudie in Denemarken waar je medicinale cannabis kunt voorschrijven en zelfs als het niet is goedgekeurd en getest. Vergeet niet dat Dr. Tina Horstedt in haar zorg van geïnhaleerde cannabisbloemen heeft opgenomen. De positieve resultaten op patiënten zijn daarom het zekerst. Sinds 2021 hebben we zo een pilootproject voor studies over therapeutische cannabis in Frankrijk. Vooral in het Ambroise Paré ziekenhuis, hospitaal, op een half uur met het openbaar vervoer van Parijs,
onder andere de supervisie van professeur Didier Buhasira, neuroloog. Een punt van zorg dat ik met u wil delen, is het volgende. Na het observeren van de resultaten bij patiënten die farmaceutische cannabis consumeren, dus zoals eerder vermeld een cannabis-based product, lijkt mijn vrees mij gerechtvaardigd. Wat ik hoop en verwacht van deze medicinale cannabis-pilootprojecten is het juiste gebruik van medicinale cannabis. Rekening houdend met de vorm van het product en de wijze van toediening. De vorm van het product, alleen de bloem van cannabis. De wijze van toediening, alleen via inhalatie. Deze juiste manieren om cannabis in te nemen vereisen dat cannabisplanten speciaal om therapeutische redenen worden gekweekt. Ik wil graag de woorden van Dr. Julie Moltke herhalen. Medicinale cannabis voorschrijven en, zelfs als het niet is goedgekeurd en getest. Met andere woorden, in landen waar medicinale cannabis ook nog niet gelegaliseerd en gereguleerd is, sluit dit het starten van een pilootstudieproject voor medicinale cannabis niet uit. Namens alle patiënten die erom vragen, die het nodig hebben, die lijden. De eed van Hippocrates, die alle artsen moeten voorlezen, voordat ze de titel van arts ontvangen, maakt een allusie hierop. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Dit is hartverwarmend en hoopvol. Ten slotte, om dit onderwerp af te sluiten, vindt u hier een foto in het Sint Anna University Hospital ziekenhuis in Tsjechië. Hier ziet u een patiënte die zich voorbereidt op het inhaleren van medicinale cannabis.